als iemand gewoon normaal doet. Hè? Gewoon het gesprek met je aangaat, een praatje maakt. Dat zijn de dingen waardoor je je mens blijft voelen. Het is de Nijmeegse dakloze dag. Bij Brebbel op het Honigcomplex werden meerdere activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor daklozen. Ook was een zogenaamde dronkenmansrace georganiseerd om zo op een spectaculaire manier aandacht te vragen voor dakloosheid. De deelnemers moesten met een geblurde bril een parcours afleggen en dat ging zeker niet altijd even soepel. Er zijn natuurlijk heel veel mensen dakloos. Het is wel gestabiliseerd, maar er zijn nog steeds twee keer zoveel daklozen als 10 jaar geleden. Dus het probleem is nog steeds ontzettend groot. Tijdens de dag waren ook daklozen zelf van harte welkom en werden in de watten gelegd. Er was bijvoorbeeld een kapper aanwezig en bij de kledingbank kon je nieuwe kleren en schoenen uitzoeken. Maar de organisatie wil ook meer bewustzijn creëren voor daklozen, zodat ze als mens behandeld blijven worden. Kijk, van ook in coronatijd, van daklozen, voor hun is sociale distantie niet vreemd. Van, ik wil niet zeggen dat ze het uitgevonden hebben. Wij hebben er sinds corona mee te maken. Maar voor hun is dat natuurlijk al langer. Als je een beetje op straat bent, dan begin je wel te ruiken. Dat is niet anders. En als je dan in de friettent aan het tafeltje zit, dan gaan mensen niet snel naast je zitten. Dus die hebben die distantie al. En dan is het wel fijn als iemand gewoon normaal doet. Gewoon het gesprek met je aangaat, een praatje maakt. Dat zijn de dingen waardoor je je mens blijft voelen. En dat is echt heel, heel wezenlijk. Dus dat is wat ieder kan bijdragen. Onder de bezoekers was ook een aantal bekenden. Zoals bijvoorbeeld Ton, die al jaren de officieuze straatdichter van Nijmegen is. Hij zwerfde zelf ook jarenlang op straat. Maar dat is natuurlijk voortgekomen uit het straatzwerven. Eerst zwerven en dan heb ik veel gedichten opgeschreven op de straat. Kun je ook goed nadenken. En als straatdichter, ik ben er eigenlijk ingerold. Ja, woon je nu nog op straat? Nee. Via Housing First heb ik toch een huisje gekregen. Daar was ik wel blij om. Dat was van Wendy. Ja. Hoe gaat dat nu in een huis wonen in plaats van op straat? Dat is heel wat anders. Hè. Ik bedoel, je past je aan. Weet je wat het mooiste is van niet op straat wonen? Je voelt je veilig in een huis. Als het goed afgesloten is, dan kun je rustig slapen zonder dat je je zorgen maakt. Terwijl dat op straat wel een beetje anders is. Op de website van het RIBW staat meer informatie over opvang. Straatdichter Ton deed ons tot slot nog een gedichtcadeau. De liefde in de mens is God. Overwinnend elk obstakel. Zelfs berustend in het lot. En wetend, liefde is mirakel. Zij gaat uit tot aller hart en kaatst dan tot de bronnen weer. Zij verzacht de mensensmart. En leeft in allen als de Heer. Dank je. Dat was het. Ja.